Nee, ik denk niet dat het al echt 100% is binnengekomen. Ik heb vooral proberen te genieten van zaterdag, van de wedstrijd, van alles er rond. En ik denk dat moment van besef nog moet komen en dat dan misschien nog een klein tikje komt. Ik denk dat ik op een punt was in mijn carrière waar het goed was om die beslissing te nemen om te stoppen. Ik denk dat er ook een heel lichting jonge, enthousiaste, talentvolle speelsters zit aan te komen die nu een kans moeten krijgen. En daarnaast ook natuurlijk mijn privéleven, het gezin dat uitbreidt. Denk ik dat ik de handen vol ga hebben thuis ook. Die samenloop zorgde er voor mij voor dat ik het gevoel had dat dit het juiste moment was om die beslissing te nemen. Ik denk dat er, zoals bij iedereen, er zijn ups en downs. Maar ook van de mindere momenten denk ik dat je als persoon gewoon heel veel kunt leren. Heel veel dingen meeneemt naar de toekomst. Er zijn ook wel een aantal heel toffe en mooie momenten geweest. Mooie herinneringen. Waar dat je tenslotte dat ik allemaal voor doet. Alle harde werk van de afgelopen jaren, alle inspanningen geleverd. Die zijn toch altijd voor een bepaald doel. En het is fijn als er sommige van die doelen dan ook gewoon lukken. Dat zijn dingen die je gewoon als persoon meedraagt voor de rest van je leven. Dus dat is fantastisch. Wow, Leuven betekent bijzonder veel. Zoals gezegd, ik ben hier begonnen, ik eindig hier. Dus dat op zich is al vrij uniek, vrij leuk. Maar los daarvan denk ik dat ik een speciale connectie heb met Leuven. Met hier veel te studeren, met hier veel te zijn, te wonen. En heeft de club altijd veel inspanning geleverd voor het vrouwenvoetbal, voor mij. Ook daar een warm hart en leuke herinneringen. Inzoomen op de 2 jaar dat nu geweest zijn. Denk ik, als we terugkijken naar het begin, het een beetje onwetendheid is in een project dat je mee start. Maar als je dan ziet hoe het gelopen is, denk ik dat we daar alleen maar aan kunnen dromen. Dat we enorm veel stappen hebben gezet, dat we ook daar weer in veel emoties hebben beleefd, maar ook weer veel mooie momenten. En die reis die we daar samen in beleefd hebben, dat wel iets heel moois geweest is. De toekomst een beetje afwachten. Ik denk eerst en vooral genieten van het leven zonder voetbal als speelster. Want ik ben natuurlijk wel nog trainster en dat gaat blijven. Dus voetbal blijft sowieso mijn leven. En dan denk ik, eens dat het een beetje is gaan liggen, kijken wat zijn voor mij de verdere stappen. Zowel in mijn privéleven als in die trainerscarrière. Dan denk ik gewoon dat ik heel veel dank wil uiten naar iedereen die dat het mogelijk heeft gemaakt, wat ik heb kunnen bereiken in mijn carrière. En in eerste instantie natuurlijk de mensen die heel dicht bij mij staan, familie, vrienden. Er wordt vaak gezegd als speelster moet je veel opofferingen maken, veel dingen laten. Maar ik denk dat die mensen die heel kort bij jou staan, daar ook invloed van ondervinden en daar ook veel moeten voor doen, moeten voor over hebben, moeten voor laten soms. En ik heb wel altijd de geluk gehad om die steun altijd te hebben. Dus dat is super fijn. Maar daarnaast ook alle speelsters, trainsters, staf in welke vorm dan ook heel erg bedanken die op mijn pad zijn gekomen, die ik heb mogen ontmoeten. Want iedereen draagt zijn eigen steentje bij in dat verhaal en ik ben super blij met het verhaal dat voor mij geweest is. Een oprechte merci aan iedereen daarvoor.